uit. Dit vind ik een voorbeeldproject, dus daar zou ik een soort team van willen hebben. Met een enorme variëteit aan woningen. Ik denk, Geert weet er ook alles van. Met huur, met koop, met starters, met een stukje vrije kavel. En hartstikke mooi meteen een speeltuin erbij. En ook een hele mooie. Die dan ook, de mensen snappen dat precies hoe dat werkt, die dan ook meteen dan denken van dat moet ook bevolkt worden, zo'n speeltuin. Dus er is ook al een kindje geboren in deze buurt, in deze hele jonge buurt. En jullie wonen hier ook allemaal? Ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Jullie hebben natuurlijk een hartstikke mooie nieuwe speeltuin bij de deur. En ik denk dat we hier wel een heel mooi traject hebben neergezet met, zoals al zei, een mooie diversiteit aan woningen. Wateroverlast denk ik ook niet onbelangrijk. Op een bijzondere manier opgelost. Onder de grond is nog van alles te zien. Maar ook een hele mooie kuil waar het in opgevangen kan worden. En natuurlijk waar het vandaag om gaat is de opening van een nieuwe speelplek. De officiële opening, want hij is al heel veel gebruikt. En dat is maar goed ook. En hoe klein Katwijk het mogen is, maar dit is natuurlijk wel zo'n mooie speelplek hebben we hier nog niet gehad. Dus wat dat betreft is dat natuurlijk wel geweldig. Dus om het niet lang te maken, gaan we gauw de opening doen. En dan kunnen jullie het officieel in gebruik nemen. Samen met mijn werkgroep hebben we dus eind vorig jaar in het Dorpsblad de prijsvraag geopend. Van bedenk een mooie naam over de speeltuin, maar het liefst wel iets wat met Katwijk te maken heeft. Dus van vroeger uit, van nu, iets met Katwijk. Nou, we hebben 35 inzendingen gekregen en er waren er een drietal families die bij hetzelfde archief zijn uitgekomen. Ja, en deze familie was de enige met deze naam en dit sprong echt meteen eruit. En wij zijn ook meteen gaan kijken van wat betekent het. En ja, toen was het van dit gaat het worden. En zodoende gaat dit speeltuin dadelijk zo heten. En daar naar de fotografen kijken. Kijk eens, we. Yeah. 2, 3, 3. Ja, trekken. Kijk, het kabaal. Nou, dat belooft wat. Dat is voor de kinderen, denk ik. Ik wil het even herrie maken. Nou ja, zeg het maar eens, Gijs. Waar is het vanaf geluid? Waarom is dit de naam geworden? In het jaar 1574 was dat het eiland, het Nederweert. En toen kwamen de Spanjaarden in Kuik aan. En die vertrokken weer naar Overasselt om daar een brug te slaan. Alleen die hadden in de gaten van de Hollanders, die zitten in Mook. En ja, daar willen we het liefst ook een beetje mee afrekenen. Nou, en toen hebben ze 10 man Spanjaarden op het eiland gezet om een hoop herrie te maken. Dus die hebben dag en nacht kabaal gemaakt om de Nederlanders wakker te houden en vermoeid te raken. Nou, dat is ze gelukt en die hebben die slag toentertijd gewonnen. En zodoende het speeltuinnaam Het Kabaal. Nou ja, aan jou nog een taak om het dan op de verslagen op te doen. Zeker weten, dankjewel. 1, 2, 3. Hey! Van het informatiebord van waarom het verhaal van het kabaal. Hier zie je het eiland de Middelweert, is terug te zien in het bord, naambord. Een beetje voor geschiedenis van het eiland. En dan op een gegeven moment komen we op het krijgsrumoer aan de oevers van de Maas. De tekst en een QR-code waar men dan op de telefoon kunt inscannen van de rest van het verhaal van het Kuiks archief. Waar we dus ook toestemming hebben gekregen om dit te mogen plaatsen. Een malletje. Hey.